dan een zware schakelaar dus. We moeten niks veranderen. Goedemorgen, mijn naam is Frans van Laarhoven. En wij zijn hier vandaag met onze vereniging, de Brabantse Trekpaardenvereniging. En wij nemen deel aan het Arenberg Festival hier in Everlee, Oud-Everlee. Dus straks gaan er bezoekers komen en die kunnen ook met de huifkar meerijden in een tocht van een klein uur door de bossen van Middelwoud. Het is zo dat het Brabants Trekpaard is toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. En in het kader van dat project nemen wij deel aan dit festival, het Arenberg Festival. Goedemorgen, de boswachters van het Agentschap voor Natuur en Bos die zijn heel blij om jullie vandaag met zoveel volk te mogen ontvangen in eeuwenoude bossen. Bart Meuleman ben ik en ik beheer die bossen samen met de boswachters. We zijn heel blij dat we dat eeuwenoude patrimonium kunnen beheren en we hebben dat eigenlijk overgeërfd van de hertogen van Arenberg en daarom dat we heel graag inspeelden op het idee om rond de Arenbergs een week, zelfs nog wat langer dan een week, te organiseren in en rond het Leuvense. Dus vandaag de dag hebben we heel wat activiteiten op zaterdag, gisteren en vandaag rond en in het bos waar mensen kunnen komen kijken hoe dat we die bossen beheren, welke doelstellingen dat we daarbij hebben, wat dat die mensen zelf kunnen komen doen in het bos. Het is niet alleen om iets te komen leren dat we ze uitnodigen, maar ook om er te komen van genieten, want genieten is toch wel een centraal thema van ons. En dat is bij die hertogen van Arenberg in hun bos ook altijd een van de centrale thema's geweest. Was het nu bij de jacht, was het op een van de salons. Zij hadden in het bos salons, dat wil zeggen niet met een dak over, maar met een groot uitzicht waar dat ze met paard en koets naartoe konden gaan, met hun picknick, met hun thee en dan een uitzicht hebben in dat bos en op de landerijen er rond. Dus dat zijn wel dingen die bij de mensen tot de verbeelding spreken en die eigenlijk mensen de dag van vandaag nog altijd heel graag doen. Daarom dat we het fijn vonden om samen te werken met het andere erfgoed dat hier vandaag is, de Brabantse trekpaarden, die niet zozeer die fijne koetsjes van de hertogen zullen getrokken hebben, maar door de eeuwen heen, toch hier in het bos en te werk gesteld en de bomen hebben naar buiten gesleurd. De bomen die daarmee, die kastelen en het stadhuis van Leuven en de boswachterswoningen en dergelijke hebben mogelijk gemaakt. Hè. Wij doen dat nu niet helemaal meer op dezelfde manier als dat de hertogen dat deden. Dat zijn natuurlijk wijzigingen in het beheer, omdat er wat andere accenten worden gelegd. En dat willen we precies vandaag op een aantal plaatsen in het bos duidelijk maken. Een van de hertogen is vandaag ook aanwezig om mee een bos te planten in Everleebos, waar dat aansluit bij de traditie zoals dat al honderden jaren hier is. En op die plaats gaan we ook uitleggen dat we een beetje andere accenten leggen bij de soorten, maar dat er toch zaken zijn die dan nog dezelfde blijven. Hè. We zijn meer gericht op soorten die dat in de wijzigende klimaatomgeving hun mannetje kunnen blijven staan, zodat de bossen stabiel kunnen blijven. Maar een aantal zaken zijn zeker en vast dezelfde. Die eeuwenoude eiken die de hertogen hebben geplant honderden jaren geleden, die zijn er vandaag nog. Die verjongen wij. Op een natuurlijke wijze, zodanig dat bos heel stabiel kan blijven. En wij oogsten er de prachtige bomen van. Dat kunnen we ook vandaag laten zien. Dus een aantal soorten. En bijvoorbeeld ook zeker de mispel. Dat is een soort die dat in het symbool van de Arenberg staat, in hun wapenschild staat. Die worden vandaag ook aangeplant. Het zijn bomen die een prachtige witte bloei geven, die ook heerlijke vruchten geven. Dus dat verwijst naar
die heerlijkheid die dat die bossen waren voor die hertogen, dat was voor hun jachtgebied, dat was hun wandelgebied, dat was het gebied waar dat ze met paard en kar of te paard doorreden om naar hun salons te gaan om daar een picknick te houden. En de dag van vandaag is dat nog steeds een bos om van te genieten. Niet alleen meer voor de hertogen, maar voor iedereen. En iedereen is hier vandaag zeer, zeer welkom. Het is niet meer alleen voor de jacht. Het is niet alleen meer voor de elite die er gaan komen van genieten. En ook de hertogen van Aremberg vandaag vinden dat een hele mooie keuze die gemaakt is. Hè. Maar er is het accent natuur is erbij gekomen. Die bossen zo. Mijn vrouw was zich daar vroeger niet overal zo van bewust dat die bossen dat echt een ecosysteem is. Dat zelf evolueert en zichzelf moet kunnen in stand houden. En ook in wijzigende klimaatomstandigheden, bij luchtvervuiling zoals we de voorbije jaren hebben gehad, moet dat bos zo rijk mogelijk zijn om die stoten te kunnen opvangen. En dat is iets waar we ons vandaag de dag zeer, zeer erg van bewust zijn. Dat die ecologische rijkdom, dat die stilletjes aan het afnemen was. Nacht, nee. Nacht. Nacht. Nacht.